Hey mensen van de Pro Gamer, Thomas ben 9 en leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer GTA 4 voor jullie. Laat maar gewoon weer gaan beginnen, zoals ik altijd zeg. Oké, ik ben erachter gekomen dus hoe we het moeten doen, want de vorige keer snapte ik het niet echt. Oké, dus we moeten dus naar onze e-mail toe gaan. Dan moeten we even kijken, headhunting deze doen, ja. En dan moeten we hier op klikken. Go to the carry IP. Klik on submit. Doen. Okay, voor de mensen die dit willen lezen, ik scroll het wel even iets langzamer naar beneden. Dan gewoon even de video pauzen. Oké, nou, nu kunnen jullie dat mooi lezen. Maar ik ga verder. Oké. Liefde internetcafé. Oké. Hope the internet is worth it. Yay! Nou, dat was dus de missie. Oké, maar ja, dit telt natuurlijk niet echt als missie. Nou, ik heb even deze auto gejat in zo'n autostore. Of was het nog niet de missie? Ik weet niet. Oké, we hebben een nieuw berichtje. Oh, het is hier echt druk weer. Oké, maar ja, nu zitten we weer zonder missie. Wacht, even kijken hoor. Ja, wat gaan we nu doen? Multiplayer gaan we nog even niet doen. We gaan even iemand bellen, denk ik. Hier, hi. Zit hij wel op? Yo, she's trying to find Playboy. She asked a bitch. Haha, she probably know where I'm at. Leave a message. Wow, she die doet daar dan lopen. Helemaal in het skeletpak. Alleen, we hebben geen missie. Kijk, dit is een andere auto. Dit is een soort van... Oh nee, of is dit hetzelfde? Nee, dat is hetzelfde, maar je hebt ook een soort van Porsche-achtige auto. Ja, wat kunnen we dan even gaan doen, hè? Ik zit wel heel dicht bij mijn huis. Dus daar kunnen we wel even naartoe gaan en dan kunnen we wel weer even dat Russische hoedje op doen. Dan kan ik jullie dat wel even laten zien. Maar, ja. Oh yes, iemand belt. Yes. I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. This smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business. Get the file. Oké, we moeten dus nog heel even wachten voor die missie, dus dan kunnen we wel even mooi naar mijn huis toe gaan. Oeh, dat deukje vind ik wat minder, maar ja. Ik ga dit ook livestreamen binnenkort, wanneer ik de game echt helemaal heb uitgespeeld. Dan ga ik al die blauwe mensjes en zo doen en nog wat extra dingen. Dan ga ik ook cheats gebruiken. Maar in de game series tot nu toe ga ik geen cheats gebruiken. Dat is de beste game, vind ik. En dan zie je ook hoe de game echt is. Maar in die livestreams gaan we dat dus allemaal binnenkort doen. Dus verheug je daar maar op en we worden weer gebeld. Make
Oké, is dat ook een missie? Juist, mooi. Oké. Dan laten we mijn oude chef hier staan en dan laat ik jullie ook even meteen het nieuwe huis zien. Kijk, want hier wonen we nu. Daar had hij het een andere aflevering over. Ze hebben nu best wel een mooi huis, dat moet ik toegeven. Kijk, dikke tv. Mooie keuken, laptop hier. Dikke house muziek, soort van achtig iets. Oké, maar ik wil me eerst even gaan omkleden. Want ik wil even een hoedje op hem doen. Zo, deze ja. Oké, daarna wil ik gaan slapen, zodat we dat interview kunnen doen. Daar heb ik erg zin om dat te gaan doen. Als het goed is, als we straks weer wakker worden, kunnen we het interview gaan doen. We doen voor de zekerheid toch even op een andere. Oké, volgens mij is het 's nachts nu. Ik weet het niet zeker. Oh, in no color. Nico, it's Patrick McCreary. You and me did some work for Elizabeth Torres together? You mean I saved your ass? Well, if I'd have known it was such a big deal to you, I would have asked you to let them kill me. Anyway, if you're in need of extra funds, I'm in need of a good man. Come over to Mama's on Savannah Avenue in Meadows Park. I'm always in need of money. See you there. Yes, oké. Nou, twee missies erbij. Oké, hoe laat is het nu? Even kijken hoor. PM. Kijk hier. Ik had hier ergens zien hoe laat het is. Oh, het is 18. Zijn we al te laat voor het gesprek of wat? Nou ja, weet je wat? Fuck dat dan. Dan gaan we wel even deze missie doen. Van Playboy. Dus kijk je zo lang naar niks. Maar ik heb mijn Russische hoed. Ben ik weer kwijt. Kom op. Nou ja, dat was allemaal zitten. We gaan een nieuwe missie doen. Ik heb echt geen flauw idee wanneer ik het interview moet komen. Weet je wat zo was bij GTA San Andreas? Was het altijd zo dat wanneer je een missie moest doen, dat je dan de tijd heel snel zou gaan. Dat zouden ze eigenlijk ook weer moeten doen. Weet je dat je meteen die missie kan gaan beginnen? Oh, kijk, wat is hier allemaal aan de hand dan? Nou ja, gelukkig moet ik deze kant op. Oh, met deze bak kan je zo lekker scheuren, hè? Ik heb genoeg geld nog, dus dat scheelt. Ik heb wel zin om graag weer even een keertje een echte missie te doen. Lekker veel schoten en zo. Oké, nou ja, dan is dit de laatste missie die we vandaag gaan doen. Wel dat iemand tegen deze auto aan gaat knallen, zo gevoel heb ik namelijk wel. Oké, de Holland Play. Hey, Holland, Nederland. What's up, money? Hey, man. Business is tough. I ain't a cold person. I mean, I am cold, but... Motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man. All right. Now, I got into this dope game because it was the only thing that was open to me. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen. I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I changed stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I gotta have the money, man. Cause all this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck!
thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne? Man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. You know, I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. And you cool. I was joking. What else is there? I mean, Cashman talking. Now I hear things. Said you and me, it's too tight now. Said you disrespected. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. Big up to all the Liberty City sports. But you can. Checking out the finisher, Mr. C, live on the beat. Green Lantern is up next. But I don't want to. Neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. But do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Please be clear. Man, you dumb. Now I will give you a lot of money. Because see me? Now I ain't scared of no one. But a motherfucker says he's gonna kill me, the motherfucker's gonna die. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch. Dat was een lange kutscène. Hele lange. Wat zijn dit voor missies? Het is alleen maar een kutscène en dan... Nou, ik wil echt eens een keertje een missie doen, maar... We krijgen dat niet echt. Nou, ik heb nog steeds niet echt een missie gedaan in deze aflevering. Dan gaan we maar naar de volgende toe. Oh, deze hele aflevering staat er helemaal nergens op. We zitten alleen maar kutscènes te kijken en we moeten zelf helemaal niks doen. Weet je, ik vind het zonde om deze auto helemaal de tering in te rijden. Dus daarom rijd ik een beetje wat, ja, wat netter. Maar nog steeds wel best wel illegaal als je het zo ziet. Ja. Nou, Thomas, dan moet je niet je auto kapot gaan maken. Maar dat viel gelukkig ook wel mee. Oké. Okay. Ja, dan gaan we wel deze missie doen. Misschien krijgen we daar wel een echte missie. Even kijken, hoe lang zijn we al niet bezig, joh. Oh, 13 minuten pas. Oké, dat valt nog gelukkig mee. Maar we hebben in die 13 minuten nog niet echt iets van de missie gekregen. Nou ja, dan gaan we naar de volgende toe, hè. Deze video komt sowieso volgende week online, volgende week zaterdag. Dus ik neem dit een week eerder op zaterdag. Deze komt op zondag volgende week online. Ik moest het vandaag even opnemen, want ja, ik had maar 3 video's nog. Het moet er 4 elke week zijn. Minimaal. Maar ja, ik heb wel veel toetsen deze week. Dus dat is één probleem. Maar ja. Ah, het is hier zo druk. Yeah.
Nou, we moeten nog op één autootje wachten. Ik haat dit soort gebieden, echt hoor. Ik heb geen zin in politie. Hier, alsjeblieft. Ik ben toch rijk dat er met 60.000 euro's. Oké, maar nu gaan we wel scheuren ook. Gelukkig is het 's nachts, dus het is niet super druk. Okay, Harbouin Gooch. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did, Virgin of the Year? No. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Oh, there he is. Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. Ooh, zoals hij kijkt. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though. She don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Hey, eigenlijk is een real missie. Ook is tijd ook. Je zit bijna 16 minuten in de game en nog steeds geen echte missie. Hier is mijn car. Ik heb een Ferrari. Maar ja, we zijn ook rijk, hè. Als wel reizen als je in de auto gaat zitten. We're welcoming some of our cousins from the east. But we don't know what it is that they're bringing in, exactly. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. That's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Vicino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash flow. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe, they do things differently. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chased European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. It would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. In a male bonding, about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Finally, can you sing something meaningful about rain?
Oké, maar wat ik dus zou zeggen is dat ik wel pas vind dat als Nico in de auto gaat dat ze op hoedje afgaat, maar we zijn er gelukkig van. Maar zoveel ammo voor mijn sniper heb ik niet. Ah, oké. Maar 8 bullets, meer niet. Ik hoop dat ik daar wat van krijg. Maar ik heb een sniper alvast in mijn hand. Oh, dit ziet altijd zo mooi uit, hè, dit shot zo. Een dikke sniper rifle in je hand. Oh, cool. This place really wasn't made with us criminals in mind. Lijkt bijna James Bond wat we hier aan het doen zijn. En dan doet het ook gewoon nog met een dikke sniper rifle in zijn hand. Dat is nog het ergste van alles eigenlijk. Even drop down. Oh, dikke James Bond actie dingen hier. Hurry up, you bastard. What's the problem? Kijk hoor. I'll get here on my own time. Nou, daar zitten we dan. This is where the deal's meant to be going down. And here's the boat, right on time. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Oké. Deal the truck. Jump down there, man. Have at him. Oké, ik denk dat ik wel even een ander wapen ga selecteren hoor. Deze. Steal the truck. Even kijken hoor. Moet ik dan gewoon op hun gaan schieten allemaal? Of wat? Stupid Americans are trying to rob us. Oh shit. Oh, dit is de real 5-5. Oh, dikke 5-5. This is what I love. Ik ben bijna allemaal dood. Oké, let's go. Oh, dit is echt de missie waar ik dus de hele tijd op wachtte. Back up.
vertrouw dit niet. Kom op, waarom is dat ding nog steeds niet kapot? Wanneer explodeert dit ding? Volgens mij gaat het deze exploderen ook, maar oké. Okay. Laten we dan maar heel voorzichtig. Oh, zie die politie daar lopen. Kijk, daar zit ook een veen. Bosch me! Opeens politie. Wow, zelfs de politie bemoeit zich ermee. Oh my god, dit is genius. Nou, ik hoef niet eens iets te doen. Lala. Ik alleen wel oppassen dat ik niet tussen de ploeg wegkom. Ik pak wel even rustig de wapens. Dat is helemaal geen probleem voor mij. Hij overleeft ook nog super lang ook. Die politieagent nog steeds die dood is. Oké, nu ga ik ook maar meehelpen. Hier is de laatste. Boom. Zo, eindelijk. Iedereen is hier dood. Ah, deze missie. Die wacht ik gewoon echt al de hele tijd op. Oké, nu gaan we de truck stelen. We hebben alle guns hebben we gepakt. Ja, waarschijnlijk gaat dit ook wel weer iets irritants worden. Zie hem dan met zijn AK-47. Alright Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster off of Union Drive West. Oké, gewoon blijven rijden, Thomas. Doen wat ze zeggen in de missie, dat werkt vaak het beste. En anders heb ik ook altijd nog dit schatje hier. Oké, ik wil blijven rijden, hij helpt me niet eens. Oké, ze zitten nu achter ons, dus nu kunnen we even gaan gassen. Oh shit. Ah, nu zit zelfs de politie achter ons aan. Yes! Gehaald. Mooi, mooi. We hebben tenminste één missie gehaald. Denk ik. Stuff all in there. Sure is. All safe and sound.
Whole truckload of it. All the wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy, Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico! Come over here! You work for these bastards, fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Oeh, 7500. Oké, nou ja, we hebben nu 3 missies in totaal gedaan. En dan laten we hier dan maar gaan eindigen met het mooie, tot een Nederlands-achtige weer. En hier waar we de truck hebben achtergelaten. Kijk, want we zijn nu alweer een half uur bezig. Even kijken, dan ga ik wel weer terug in de game. Nou, mensen van de ProGamer Thomas van 9, like en abonneer voor meer. Like doe natuurlijk op het blauwe duimpje en abonneer op het rode balkje. En dan zeg ik en Nico tot de volgende keer maar weer. Doei!